Haarlem 105 is vanavond te gast bij het jazzconcert, het kerstjazzconcert van het Hans Keuning Quintet in het kerkje, het dorpskerkje van Bloemendaal. En vanavond zijn er weer allerlei fantastische muzikanten te zien. En een speciale gast is Humphrey Campbell. En Humphrey Campbell is de zanger, een Surinaam van Surinaamse afkomst, die in 1992 meedeed met het Songfestival. De laatste man die ooit heeft meegedaan tot dit jaar aan toe. Vanavond spelen er weer fantastische muzikanten. Ik denk aan een Evert de percussionist, geweldig om te luisteren. Een Jaco Griekspoor die op vibrafoon speelt, ook zo'n fantastisch instrument. Kortom, het is hier heel sfeervol, heel prettig en een prachtige ambiance met het mooie kerkje hier in Bloemendaal. Tenminste, ik heb een aardig gevoel bij. Ik weet hoe dat jullie overkomt. Ja, het klinkt ook heel goed. En leuk met die entree, met Benedette daarboven. En dit begreep ik is de 25e keer. Hè? Dit is een jubileum. Dan moest er niet speciaal gevierd worden dan. Nou, dat doen we toch. Ja. We zitten in een schitterende kerk. Ja. En ze hebben het voor ons gerestaureerd. Dus wat willen we meer? Nou, dan is het goed. Ja. Ik wil even iets vragen. Hoe vindt u het concert vanavond? Oh, geweldig, ja. Geweldig. Het was de hele reis vanuit Enschede waard. Ja. Hoe vond u het nu zo'n concert? Ja, fantastisch. Leuk. Ja, kon u maar even hier staan, dan staan we goed in beeld. Ja. Pittig, lekker. Lekker fijne muziek zo. En bent u al vaker geweest? Is het, dat is voor de 25e keer dit jaar, hè? Voor mij de eerste keer. Voor u de eerste keer? Ja. In de Wilhelminakerk heb ik ze gezien. Oh, ook. Dat jaren geleden. Jaren geleden alweer. Ja. En ook met dezelfde zanger als vanavond? Nee. Humphrey Campbell was het iemand anders. You can help yourself, but don't take. Even in de kleedkamer, we praten nog even met Humphrey Campbell die vanavond optrad en speciale gast was hier bij dat prachtige kerstconcert in Bloemendaal. Humphrey, hoe vond je vanavond gaan? Fantastisch. Ja, ik laat je nog niet eens uitpraken, maar ik heb er erg van genoten. Het was erg leuk. Helemaal super. En dit is ook de tweede keer dat je hier nu bij zo'n concert bent? Ja. Ik heb vorig jaar mocht ik ook meedoen. Ik had ook een uitnodiging van vorig jaar. En dit, volgens mij was het op een andere plekje ook vorig jaar. Ik weet niet precies waar. Dat was niet in deze kerk. Het was hier nog niet gerestaureerd. Klopt. Oh, volgens mij waren ze er toen mee bezig. Ja. En dit jaar ben ik ook weer hier uitgenodigd voor het eerst. En ik stond echt te kijken. Een mooie sfeer. Het is echt geweldig. Ja.